Je hebt je eigen YouTube-kanaal? Ja, klopt. En wat doe je daar? Ik geef daar ook praktische tips voor ondernemers. Dus wat is de BTW-aangifte nou eigenlijk precies? Ik moet mijn aangifte gaan doen. Hoe ga ik die voorbereiden? Waar moet ik op letten bij de start van mijn onderneming? Maar dan leuk en praktisch. Oké, voordat we die 5 tips gaan doen, hè, mijn standpunt is, ik gooi alles over de heg naar mijn boekhouder. Is dat slim? Helemaal logisch dat je dat doet en dat je dat wil doen. Maar het is wel belangrijk dat je weet waar het over gaat, want het is wel jouw bedrijf. Ja. Jij werkt er hard voor, ja. Dus je wil ook weten waar je geld heen gaat. Hoe bepaal je financiële doelen? Nou, kijk waar je wilt staan. Dus kijk waar je nu staat met je onderneming en kijk waar je dan volgend jaar wilt staan. En vervolgens kun je vanuit dat jaarbudget, die jaarbegroting, weer maandelijkse doelen opstellen. Op die manier heb je ook iets om naartoe te werken. Werkt ook een stukje leuker. En op die manier kun je ook iedere maand weer kijken van, hey, hoe sta ik er nu daadwerkelijk voor? Dus dan maak je een realisatie, noemen we dat. Dus dan kijk je van, wat had ik begroot ten opzichte van wat heb ik daadwerkelijk gedaan? En okay. Die verschillen ga je dan analyseren. Het is niet zozeer van, ik moet per se bij dat bedrag uitkomen wat ik heb begroot. Mm-hmm. Maar hoe kan het nu dat ik niet bij dat bedrag ben gekomen? Of hoe kan het nu dat ik daar overheen ben gekomen? En die analyse is wel heel erg belangrijk. En waar stuur ik dan op? Wat voor cijfers, omzet? Ja, bijvoorbeeld omzet, maar ook zeker je marge. Dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel. Dus niet alleen wat heb ik verdiend, maar ook wat heeft het me gekost om deze omzet te behalen. Mm-hmm. Hey, wat is jouw boodschap aan jonge gasten die dit zouden zien en die nu, weet ik veel, 16 zijn of 18 zijn en die ook wel ambities hebben en die aan het zoeken zijn van, wat is nou mijn weg om mijn plannen een beetje waar te maken? Is daar een les uit te trekken tot nu toe waar je staat? Ja, dat vind ik wel lastig eigenlijk. Ik heb het gewoon altijd gewoon gedaan, zeg maar. Ik heb altijd gewoon gedaan wat goed voelt, soort van. En ik heb het nooit soort van helemaal verzaakt. Toen in het begin, toen ik met die video's begon, was ik ook gewoon aan het blowen buiten. En dan was ik knijterstoond, kwam ik thuis en ging ik die video's kijken. Dus eigenlijk, ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet per se een tip of zo. Je moet gaan... Dat was het laatste. Dat je dan maar wel die video's... Dat was voor mij, ik bedoel, ik was wel aan het leren. Ja. Wat ik denk ik wel goed heb gedaan is, op het moment dat ik ergens niet meer tevreden was, gewoon weggaan. Dat heb ik wel gedaan. Dus bijvoorbeeld, toen in Apkoude bijvoorbeeld, daar was ik op een gegeven moment gewoon totaal niet meer mee eens hoe die jongen dat regelde. Waar ik verder niks mee te maken heb. Want het is een sportschool. Ja, precies. Dus, maar ik was het daar gewoon niet mee eens. En ik voelde me daar niet meer goed bij. En ik heb dan altijd wel heel sterk gevoel gehad dat ik dan dat gewoon... Ja, dan ging ik gewoon zeggen dat ik het niet meer ging doen. En dan had ik daarnaast maar 10 uurtjes werk. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, doe dat nou niet, want je hebt daarnaast bijna niks. Maar ik heb altijd gehad dat als ik dat dan deed, dan zet ik mezelf in een soort slechte positie, waardoor ik weer dingen ga doen. Ja. Dus dat heb ik heel erg. Dat je, als je je te comfortabel voelt, dan blijf je daar. Je werkt in je droomindustrie, je verdient lekker, ja. Bedrijf groeit snel. Ja. Eigenlijk was dat allemaal gaaf. Maar ik had voor mij persoonlijk al mijn doelen bereikt die ik had gesteld. Dus aan het begin zeg je, ja, ik wil miljoenen omzet. Ja, dat is waarmee je begint. Dan zit je, ik wil met mijn favoriete club samenwerken. Fink. Ja. Je wilt, dan ga je naar een bepaalde waardering, een bepaalde groei per maand. Ook vink. Waren allemaal vinkjes. Ja. En toen kwam eigenlijk het moment waarbij je denkt van, oké, wat wil ik nu dan zelf doen? Ik had elke rol gehad, product owner, sales, marketing. Ja, je pakt alles aan het begin. Ja. En ik, normaal gesproken stelde ik al mijn doelen weer bij. En nu wist ik niet waar ik voor moest gaan. En als je niet meer weet waar je voor moet gaan, dan akkert dat ook door naar de rest van de organisatie. Ja. De voetbalwereld is nog steeds wel de wereld waar je op draait, toch? Tenminste, voor je gevoel, of niet? Anders, wat ga je doen? Ik ga zeker even niks in het voetbal doen. Nee? Nee, het is een fantastische wereld, maar ik denk dat ik het mooi vind om even van een buitenkantje te bekijken. Wat er namelijk ook gebeurt, is als je elke dag met voetbal bezig bent, verlies je ook een beetje het passie van het kijken. Dus ik wil weer even fan worden voordat ik weer terug in die wereld kom. Ja, je was natuurlijk volledig beroepsgedeformeerd. Ja. Je zat gewoon data te kijken, zeg ja, maar. Ja, en ook mijn hobby was altijd voetbal kijken of spelletje, voetbalgame spelen, FIFA voetbalmanager. Ja. En nu was je met het platform ernaast, je platform aan het vergelijken met de games. En dan was je een wedstrijd aan het kijken en dan spotte je een speler. Of je ging eerst een speler scouten, dan zei je ik ga nu naar HNK Oeierpest kijken, een wedstrijd. Want daar speelt die speler en die heb ik gezien, dus ik wil kijken of die ook goed is. En daardoor raakte mijn passie voor voetbal een beetje weg en dat ben ik nu weer aan het hervinden. Heb je ook een favoriete club eigenlijk? Ja. Welke? Ajax. Dat was beter. Dat was ook een van de mooie vinkjes. Dat je daarvoor mocht werken. Ja. Ja. Wat deed jij precies? Waar zat je? Echt in de corporate hoek? Ja, ik heb ooit politicologie gestudeerd.
Nou, de politiek ging zeker niet in op dat moment, want dat trok ik echt niet. Mm-hmm. Ik was veel te commercieel. Yeah. Ik wilde juist heel veel dingen uitvinden. Ik wilde ondernemen en ik kwam best wel snel in sales terecht. Een mannenwereld. En ik merkte al redelijk snel dat ik of als meisje echt werd neergezet, of dat ik me in ieder geval zo moest gedragen. Anders werd het een beetje gek. Mm. En met hoe groter bedrijf ik ging werken, hoe meer ik ook een beetje in de pas moest gaan lopen. Dus wel jurk aan, hakken aan, veel make-up en gedraag je vooral, zeg niks geks. Mm. Dus ik voelde me inderdaad heel erg in een keurslijf zitten. En ik merkte dus bij mensen om me heen dat zij dat ook hadden. Dus als ik mijn ervaring uitsprak, dat mensen zeiden, ja, weet je, ik wil inderdaad, als ik mezelf ben, ben ik veel creatiever en ben ik opener. Dan kan ik echt goed verkopen. Dus ik begon heel erg op te kijken tegen mensen. En dus de queens vooral ook. Die wel helemaal zichzelf durfde te zijn. Want vaak is het echt durven nog. Hè? Ja. Het is heel makkelijk om in de pas mee te lopen. En als meisje, om je als meisje te kleden. Of als jongen je als jongen te kleden. En je ook zo te gedragen en schattig mee te doen. Mm. En op een gegeven moment was ik er zo godvergeten klaar mee. Ja.